Headcam. Ja, de headcam weer, jongens. Dat kan maar één ding betekenen. Dat we vandaag niet gaan rijden. Ik heb vandaag een rangeerdienst. Ik had me van de week voorgenomen om tussen twee klusjes in even een filmpje te maken. En waar dat over gaat, nou, vertel ik je natuurlijk zo. Maar ik had tijdens mijn dienst al gezien dat hier een heel mooi verlaten ICM-treinstelletje staat. Dat is een van mijn favoriete treinen natuurlijk. En ik loop er nu naartoe en je gelooft het niet, alsof het zo weer is voorbestemd. Het is treinstel 4048. 4048. Dat is de allereerste trein die ik zelf mocht besturen. Op de allereerste rijdag bij de Nederlandse Spoorwegen in 2007. Nou, is dat toevallig of niet? Even instappen. Gymnastiekoefeningen weer gehad voor vandaag. Kijk. Nou, dit doet wel even aan vroeger denken, hè. Kijk nou eens. Oh, wat een mooi uitzicht. Oh, wat een lange armen. Ah, is door de grote lens. Nee, ik had voorgenomen om jullie eens een keertje rechtstreeks toe te spreken. En nou, waar het om gaat is, ik wil jullie een keertje bedanken. Bedanken voor het kijken. Ik maak deze filmpjes al vanaf 2011. En wat komt daar nou toch voor iets moois aan toch weer? De 1300. Oh, mooi, mooi, mooi. Ja. Ik laat me als machinist natuurlijk niet snel afleiden. Daar ben ik voor aangenomen. Maar als zoiets moois voorbij komt en ik sta stil, dan moeten we er even naar kijken. Maar ja, voor de verandering is een keer een bedankje naar jullie toe. Jullie bedanken mij altijd voor al die filmpjes die ik maak. Ja, het kost gigantisch veel tijd. Afgelopen jaar heb ik elke dag een upload gemaakt. Het kost zoveel tijd dat je op een gegeven moment ook een klein beetje gaat verwachten dat het van de reclameinkomsten eens een keer een leuk bedragje gaat opleveren. Dat blijft altijd maar een beetje achterwege. YouTube wordt stinkend rijk, terwijl wij, ik en al mijn YouTube-collega's, ja, ontzettend veel werk eraan hebben. Dat is altijd een beetje frustrerend. Een dank is altijd de positieve reacties die jullie altijd geven. Leuke reacties ook. Er komt nooit, bijna nooit iets negatiefs voorbij. Ook niet over de Nederlandse spoorwegen. En nou, dankjewel. Begin vorig jaar heb ik contact gehad met een van de vaste kijkers. Die, nou ja, hij nam contact op met mij. Hij wilde mij een bedrag doneren. Ja, dat schijnt normaal te zijn op YouTube dat je een bedragje doneert als je het filmpje leuk vindt. Ik wist dat dat bestond. Broederkanaal Ambu Channel die deed dat ook. Had ook iets, een klein beetje iets daartegen, net als ik. Want het staat een beetje armoedig en je doet het toch voor de hobby. Nou, dat klopt inderdaad ook. Maar ja, hij stond erop dat ik daar iets mee deed. Hij wilde iets doneren. Dus ik heb toen een PayPal linkje gemaakt en in de beschrijving gezet. In eerste instantie met ja, een soort excuus waarom. En nou, het is echt waanzinnig hoeveel donaties er zijn binnengekomen. Ik sta er echt versteld van dat je gratis op YouTube een filmpje kan kijken. Niemand verplicht je om mij daarvoor te betalen. En toch gebeurt het. En zoals ik al zei, ik voel me een beetje schuldig daarover. En ik had me ook voorgenomen dat als het ooit een keer een bedrag wordt waar je iets leuks mee kan doen, dat ik dat dan ook doe. Voor dit kanaal, voor jullie. En vandaag is de dag dat, ja, dat het zover is. Kijk nou eens. CapView Holland krijgt een cadeautje van de donateurs. Niet te vergeten trouwens. Dit is mogelijk door de financiële bijdragers. Niet iedereen wil en kan doneren. Er zijn heel veel mensen, en dat waardeer ik ook heel erg, die mijn kanaal promoten op internet. Linkjes op sites neerzetten waar mensen ja, dan ineens zien dat ik ook nog besta. Daarnaast zijn er twee vaste kijkers die een Discord server hebben opgezet. Dus de link staat in de beschrijving van deze video trouwens. Meld je daarbij aan en ja, praat lekker met alle fans, alle kijkers. En ja, ik kom er ook regelmatig voorbij. Dus ook dat is mogelijk. Ja, een cadeautje. Dat is dus echt betaald door jullie. Dank je wel. Ik weet natuurlijk niet wat het is.
Voor alle buitenlandse kijkers rond de wereld. Ik wil nog eerst even iets anders vertellen trouwens. Je merkt wel dat dit één lang shot is. Het is helemaal hip op internet om teksten in één stuk op te nemen. Maar dan aan elkaar te knippen. Knipjes erin te maken dat het beeld ineens verspringt. Ik vind dat heel erg lelijk. In mijn tijd was dat ook gewoon absoluut verboden. Een springer. Dat zou je ook nooit bij professionals zien. Op tv ook zeker niet. Dus ik ga dat niet doen. Want je wilt toch niet dat je in één keer een knipje krijgt en dat je ineens ergens bent waar je helemaal niet wilt zijn. Of dat je een knipje krijgt en je zit ergens waar je wel wilt zijn, maar je hebt er nu geen tijd voor. Vandaar één lang shot. Ik doe het ook maar één keer. Dus dat betekent dat ik hier en daar een woordje tekort kom. Het is 's ochtends vroeg. Mijn woordjes doen het nog niet allemaal. En dan was er nog iets wat ik wilde vertellen. Maar ik kan niet wachten met het uitpakken van een cadeautje. Want het is echt hartstikke leuk. Denk ik natuurlijk. Ik weet het niet. Als CEO van CapView Holland mag ik natuurlijk het cadeautje uitpakken. En ik ga dat op de Nederlandse manier doen. En voor alle kijkers buiten Nederland. Ik ga jullie laten zien hoe Nederlanders een cadeautje uitpakken. Nou, wij doen dat heel erg voorzichtig. Want wij Nederlanders die gebruiken graag het cadeaupapier voor een tweede keer. Maar het is natuurlijk een grapje. Het allerleukste is om net als vroeger het papier ervan af te scheuren. En daar een propje van te maken. En dat gewoon weg te gooien. Ik ruim het straks wel erop natuurlijk. Hé, hey, nou kijk nou toch eens jongens. Dit is gaaf. Dit is gaaf. Ah, nou. Ach jeetje, wat is die klein. Man. Oh. Oh, kijk nou. Jemig. Kijk nou toch eens. Maar dit is handig jongens, want ik maak soms een voorfilmpje. Hè, een paar seconden even een shotje vanaf de buitenkant van de trein. Of iets door de trein heen lopen doe ik ook wel eens. Maar jullie reageren altijd zo enthousiast daarop dat ik dat vaker moet doen en dergelijke. Nou, dat kan heel vaak niet. Want ik heb vaak maar weinig tijd om die camera te bevestigen aan de frontruit. Dat heeft altijd, na het gereed maken van de trein natuurlijk, altijd prioriteit. En als die camera dan eenmaal op die frontruit zit, kan ik hem niet meer even mee naar buiten nemen om een leuk shotje te maken. En ik weet nooit van tevoren dat ik die trein ga filmen. Want ja, is de frontruit schoon? Heb ik genoeg tijd? Staat er niet een collega klaar om mee te gaan wegleren of iets dergelijks? Dus dat kan niet altijd. En ik doe dat dan meestal wel eventjes waar het kan met mijn telefoon. Maar dat is een lage kwaliteit. En bovendien, ja, je staat dan ook echt zo met je telefoon zo op het perron een trein te filmen. En ik schaam mij daar toch een beetje voor. Nou, kijk nou eens. Dit is een camera waarmee je niet zo opvallend... zou dit wel doen trouwens? Ja, oh, kijk toch eens wat leuk. Dit is een camera waar je wat minder opvallend mee kan filmen. En kijk eens, met die gimbal is die altijd... altijd horizontaal en bibber en schokvrij, denk ik tenminste. Dus ik verwacht dat ik hiermee eindelijk een beetje aan jullie verzoek kan voldoen om wat vaker een leuk filmpje te maken. Want dat maakt het toch allemaal een stukje leuker, denk ik. Maar dit is dus echt iets dat ik van jullie, van de donateurs, de financiële donateurs in ieder geval, heb gekregen. En ik ga hem ook nergens anders voor gebruiken dan voor jullie, om jullie filmpjes nog leuker te maken. Kijk nou toch eens. Nou, gaaf zeg. Ik zet nog een keertje aan. Nou, dit is toch lachen. Nou, zoiets wil je toch ook gewoon hebben als je het ziet, hè? Nou, lekker klein, licht gewicht. Neemt geen ruimte in mijn overvolle NS-tas. Waar altijd veel te veel in zit. Nou, dus bij deze. Jongens, allemaal ontzettend bedankt voor alle donaties.
Vanuit treinstel 4048, het is echt verschrikkelijk toevallig, is dit CapView Holland. En niet te vergeten trouwens Train Drivers Point of View. Na alle teleurstelling van 2018, het filmverbod, het verbod op de headcam. Miljarden mensen wereldwijd zijn in tranen uitgebarsten toen ik het filmpje presenteerde waarin ik uitlegde dat het niet meer mocht. De link onder in de omschrijving, mocht je hem gemist hebben. Kijk hem vooral nog eens even, het is best een leuk filmpje geworden. 2019 was een jaar met een sterke comeback, 365 uploads. En 2020 wordt nog leuker, want ik ga leuke filmpjes maken hiermee. Hoe ik dat ga doen, wat ik daarmee ga doen, ik heb wel een paar creatieve ideetjes. Dat gaan jullie allemaal meemaken. Nou, jongens, dus nogmaals, bedankt, bedankt, bedankt en tot de volgende upload.